Hallo allemaal. We zijn hier vandaag in Merksplas om de VOCA Lokaal Award uit te gaan reiken. We gaan die vandaag uitreiken aan de firma Van Mette Wegenbouw. Gaan jullie mee naar binnen? Hallo, hallo. Dankjewel. Hi. Kijk eens wat ik hier heb voor jou. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Van Mette Wegenbouw. Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van wegen, openbare wegen en reguleringswerken. En private industriële parkings- en toegangswegen, waarbij wij hoofdzakelijk regulerings- en wegenwerken uitvoeren voor de openbare sector, net als belangrijkste opdrachtgevers, de rioolbeheerders in Vlaanderen. We denken voornamelijk aan het circulaire idee dat we hebben opgepakt doorheen de jaren met onze dochteronderneming en daar hebben wij KRP enerzijds, waar wij recyclage van allerlei bouwmaterialen doen en die omvormen naar secundaire grondstof die we aan hergebruiken op de werf. En anderzijds hebben we ook Top Noord, onze grondbank, waar wij grond- en tuinbouwrijp maken om die dan ook terug te gaan gebruiken in onze projecten. En van in het begin van het ontstaan van Vermette hebben wij ook altijd actief geweest in de aan- en de verkoop van recuperatiekasseien, dus het opbreken van bestaande wegen in kasseien en het verhandelen ervan. Zo hebben we ook een eigen machine ontwikkeld om de oude recuperatiekasseien te verzagen, zodat we mooie vlakke bovenzijdes krijgen, wat de dag van vandaag toch in de openbare sector ook meermaals gebruikt wordt. Ons bestuur heeft gekozen voor Van Mette Wegenbouw voor de prijs Lokaal Kempen Noord. Omdat Van Mette een familiebedrijf is met een hele sterke verankering hier in de Kempen. Je ziet overal in alle gemeenten hieromheen de prachtige projecten die zij realiseren. Graag een warme oproep om 19 mei in jullie agenda's te zetten. Dan is er een bedrijfsbezoek bij Van Mette Wegenbouw in Merksplas in de mooie Noorderkempen. En natuurlijk, heel belangrijk, stem allemaal op Van Mette Wegenbouw, zodat zij kans maken om de prijs ondernemen 2022 te winnen.